De cobra en de boog. Voor de cobra is de uitgangspositie op de buik liggend, met de voeten op de wreven, iets uit elkaar, het voorhoofd op de mat en de handen met de vingers naar voren, ter hoogte van de zwevende rib. Op een inademing tillen we het hoofd op de kracht van de rug en een deel van de borst omhoog. Uitademend breng je de kin richting de keel, leg het voorhoofd terug op de mat, ontspan de schouders. Inademend op de kracht van je rug omhoog, til de kin op het einde van de inademing. Adem uit en laat het hart smelten. Adem in, til de kin, ontspan de bilspieren. Uitademend eerst de kin richting de keel, leg het voorhoofd terug op de mat. De variatie met gestrekte armen achter het lichaam, strengel de vingers in elkaar en kom inademend omhoog. Strek en til de armen. Uitademend kin richting de keel, terug met het voorhoofd op de mat, laat de armen zakken. Inademend opnieuw tillend met de armen, strek de armen, til de kin op het einde, haal de kracht uit de rug, laat de bilspieren los. En uitademend kom je terug door eerst de kin richting de keel te brengen, het voorhoofd naar beneden. De boog. Grijp de enkels vast met de beide handen. Kom inademend omhoog en duw met de wreven in de handen. Wanneer je met de handen de voeten krachtig in de handen duwt, worden de armen als vanzelf uit de schouders gerekt en komen de bovenbenen vanzelf van de mat af. Beleef de houding. We rusten door het lichaam terug te brengen in de haaspositie of in de foetushouding.